Dames en heren, welkom allemaal op deze bijeenkomst Privacy en Databescherming, georganiseerd door Rabaut Reflects. Mijn naam is Marcel Becker. Ik ben als ethicus verbonden aan de faculteit FTR en daarnaast adviseur ethiek van Rabaut Reflects. Mag ik vragen, de studenten onder jullie, wie van jullie stuurt altijd consequent mails met gebruikmaking van je student.ru-adres? Ja, iemand, gelukkig. Wat goed van je. Ja. En wie van jullie weet allemaal dat er op de internetsite van de universiteit een pagina bestaat, www.ru.nl privacy, met allemaal nuttige tips over elektronisch beveiligen van apparatuur? Een aantal mensen, maar niet heel veel, weten dat. Nou, dan denk ik dat wij het komend uur heel wat gaan leren. Misschien vragen jullie af, is dat nodig, al die voorzieningen? Nou, feit is gewoon dat er in het digitale tijdperk allemaal gegevensstromen zijn en dat die gegevensstromen er dus ook op de universiteit zijn en dat daarmee van alles mis kan gaan. Wat zijn dan die problemen? Wat kan er misgaan? En wie heeft de verantwoordelijkheid om die problemen op te lossen? Het bestuur van de universiteit of wij zelf? Die vraag die beantwoorden we met twee sprekers, een wetenschapper, Bart Jacobs, en een lid van het college van bestuur, mevrouw Wilma de Koning. De wetenschapper zal een verhaal houden, 10, 15 minuten. De bestuurlijk verantwoordelijke zal dan reageren, waarna we discussie ook met elkaar hebben. Nu eerst de wetenschapper. Professor Bart Jacobs is hoogleraar Software Security and Correctness aan deze universiteit. De onderzoeksgroep die hij leidde heette tot voor enige tijd Security of Systems. En de afkorting SOS vond ik daar wel heel intrigerend aan. En men zegt van u, professor Jacobs, dat u een wetenschapper bent met een missie. Dat u mensen wilt wijzen op gevaren. Aan u het woord. Dames en heren, welkom. Leuk dat er zoveel mensen gekomen zijn. Ik wil beginnen met een vraag aan u allen, waarbij ik geen enkele context geef. Dus denk hier niet al te lang over na. In de loop van mijn praten ga ik op dit soort dingen in. Maar ik wil even de stemming peilen hier in de zaal. De vraag is de volgende. Stel, een studentenpsycholoog in dienst van de Radboud Universiteit gebruikt een Gmail-adres voor communicatie, voor werkgerelateerde zaken. Is dit wel of niet acceptabel? Wie vindt wel? Wie vindt van niet? Nou, volgens mij hoef ik mijn lezing niet meer te houden. Ik wil eerst even iets over mijzelf vertellen. Ik ben, zoals Marcel zei, hoogleraar op het gebied van computerbeveiliging. We hebben in Nijmegen een grote groep op dit gebied. Landelijk misschien wel, durf ik wel te zeggen, de grootste in Nederland. En ik bemoei me ook nog wel eens met het maatschappelijk debat op dit gebied. Bijvoorbeeld nu wat erg speelt rond versleuteling van WhatsApp. En de moeilijkheden die dat oplevert voor politie- en inlichtingendiensten. Ik wil benadrukken, ik heb geen organisatorische rol binnen de Radboud Universiteit op ICT-gebied. En dat is wel belangrijk, daar zijn andere zeer competente mensen voor. Dus als uw computer het niet doet, moet u niet bij mij komen. Mijn taken liggen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Maar ik heb wel enige bemoeienis. En dat is vooral op het informele vlak. Ik voer af en toe achtergrondgesprekken met de mensen die wel verantwoordelijk zijn voor die infrastructuur, over de keuzes die zij moeten maken. Soms ontvang ik ook wel signalen uit de organisatie dat mensen iets zien waarvan ze zeggen van ik vind dit vreemd, wat vind jij er nou van? En wat ik soms ook wel eens doe is ik geef wel eens een porretje aan het college van bestuur. En waarom dit gepor in de eigen organisatie, terwijl ik eigenlijk helemaal geen verantwoordelijkheid op dit gebied heb? Nou, je ziet dat de regels strenger worden op dit gebied. We hebben landelijk te maken in Nederland, in Europa zelfs, met allerlei meld- en zorgplichten, waardoor ook de aansprakelijkheden en de risico's voor de organisatie toenemen. En heel concreet, vanaf 1 januari dit jaar moet iedereen in Nederland data lekker bijhouden
En die moeten gemeld worden aan de autoriteit persoonsgegevens als die ernstig genoeg zijn. Ik weet het precieze aantal niet, maar tot nu toe, vanaf 1 januari, zijn er tussen de 50 en 60 datalekken binnen de Radboud Universiteit geweest. Dus een behoorlijk aantal. Waarvan ongeveer 10 serieus en 3 waren er zo serieus dat die gemeld zijn aan de autoriteit persoonsgegevens. Dan moet u denken aan een laptop of een USB-stick met persoonsgegevens van patiënten of van onderzoekssubjecten zijn kwijtgeraakt. Wat natuurlijk een hele ernstige zaak is. Verder, ICT-ontwikkelingen gaan razendsnel, dat weten we allemaal, dat zijn clichés. De grenzen tussen privé en werk vervagen in zekere zin, omdat we allemaal op mobiele apparaten zowel privé als werk zaken doen. Dat roept allerlei vragen op, zeker als de regels strenger worden. En daarom por ik wel eens bij het college van, misschien moeten we hierover het een en ander in de eigen organisatie wat meer vastleggen of onderling discussiëren. Bij die meldplichten horen bepaalde boetes. Dat kan juridische consequenties hebben. Als zoiets voor de rechter komt, zal een rechter ook altijd direct ernaar kijken. Heb je als organisatie beleid op dit gebied? Heb je dingen vastgelegd? bij dit soort zaken is het zo dat dit op het hoogste niveau verankerd moet zijn. In de boardroom, en dan heb ik het over het college van bestuur, de raad van bestuur van het ziekenhuis. Of zelfs de stichtingsbestuur van de universiteit. En ik kan u vertellen dat die zaken zeker ook op dat niveau besproken worden. En je ziet bij, niet alleen bij universiteiten natuurlijk, maar ook bij grote bedrijven, dat security en privacy problemen kunnen een organisatie maken of breken. Ik wil iets over privacy vertellen, want waar hebben we het nou eigenlijk over? En mijn favoriete persoon, schrijver op dit gebied, is Helen Nissenbaum, de Amerikaanse filosoof. Privacy is een heel moeilijk gebied, onderwerp. Er is veel over geschreven op juridisch, filosofisch gebied. En ik vind de volgende uitgangssituatie eigenlijk de meest begrijpelijk. We leven allemaal in bepaalde kringen, bepaalde omgevingen, in natuurlijke contexten. Thuis ben je iemand anders dan op het werk. Of bij de sportclub, of in de kerk. Of misschien ben je op het werk een beetje een saaie figuur, maar de meest jolige figuur van de duivenclub. En een essentieel punt vind ik van privacy is dat je informatie binnen die contexten houdt. En dus dat kun je concreet maken. Hè? Wat je bij de dokter vertelt, daarvan wil je niet dat in één keer bij de supermarkt naar boven komt. Dat is heel natuurlijk om het zo te zien. En je ziet ook, en dat is iets wat mevrouw Nissenbaum benadrukt, daar noemt zij contextuele integriteit. Als dat soort contexten gebroken worden, dan worden mensen vaak boos. En een mooi voorbeeld is wat we in Nederland hebben gezien met de ING. We begrijpen allemaal dat banken veel van ons weten, veel van onze transacties moeten weten om die af te handelen, daarmee een beeld van ons op kunnen bouwen. Dat begrijpen we dat dat nodig is voor die financiële afhandeling. Maar als banken vervolgens die informatie in een andere context te gelde willen maken, dan worden heel veel mensen boos. Ander voorbeeld was dat op een goed moment naar voren kwam dat TomTom informatie leek door te geven aan de Nederlandse politie. Dat was een broodje aardverhaal. En de politie zou dat gebruiken voor snelheidscontroles. Dat klopte niet, dat verhaal. Maar dat heeft TomTom heel veel schade gedaan. En daarna zijn ze als bedrijf privacy een stuk serieuzer gaan nemen. Hebben ze een privacy officer aangesteld. En hun beleid drastisch veranderd op dit gebied. Een mooi voorbeeld vind ik. Er is vorig jaar in het nieuws gekomen dat over digitale schoolboeken. Op scholen tegenwoordig, denk even aan lagere scholen en middelbare scholen, worden veel minder boeken gebruikt. Maar worden veel meer lesmateriaal online aangeboden, waarbij leerlingen online ook al die testjes kunnen doen. En wat bleek, dat die uitgevers precies wisten van alle leerlingen in Nederland hoe goed zij het deden op verschillende testen. En toen ouders dat hoorden, dachten ze, maar dat is vreemd, dat die informatie buiten de context van de school in één keer bij partijen terechtkomen die eigenlijk niks inhoudelijk met dat onderwijs te maken hebben. En dat is ook weer, vind ik, een mooi voorbeeld van het breken van contexten waar mensen boos over kunnen worden. Dus als je het zo beschrijft, herken ik, is mijn ervaring dat iedereen eigenlijk zegt, dan geef ik om privacy. Privacy is belangrijk in deze zin.
We hebben een hele discussie natuurlijk. Veel mensen, bijvoorbeeld vanuit de politiehoek, die schreeuwen... privacy is een schuilplaats van het kwaad. Dat is misschien nog wel enigszins begrijpelijk van hun perspectief. Maar als je het vanuit simpel, laten we zeggen, normaal sociologisch perspectief bekijkt... dan is het een soft value, zou ik willen zeggen, die ook moeilijk is te verdedigen... tegenover dit soort krasse uitspraken, maar eigenlijk heel dicht staat bij onze ervaring. En je ziet dat de Googles en de Facebooks van deze wereld, wat zij willen... Jullie kent het allemaal, dat wij altijd inloggen met een bepaald Gmail of Hotmail-adres. Zodat zij ons altijd kunnen volgen. En daarmee onze intuïtie van verschillende contexten waarin we dingen doen, kunnen doorbreken. En een fantastische quote hierover is van Mark Zuckerberg, de grote baas van Facebook, die zegt... van having two identities is a sign of a lack of integrity. Ik vind het schokkend. Ik vind het werkelijk schokkend. Dus wat hij hier feitelijk mee zegt is... als je je anders voordoet op het werk dan thuis... andere dingen van jezelf laat zien daarin... is dat een lack of integrity. Ik vind het ziek. Dit soort mensen beslissen dus over de infrastructuur... de ICT-infrastructuur die wij dagelijks gebruiken... Nou zegt hij dit natuurlijk ook omdat hij een groot commercieel belang erbij heeft. Hij wil ons er zo ver toe krijgen dat wij allemaal accepteren privacy is dood... en dat wij allemaal zulke grote sukkels zijn... om al onze intieme informatie bij hem op Facebook neer te zetten. Goed, nou terugkeren naar onze context hier van de Radboud Universiteit en het ziekenhuis. En ik zou zeggen, als je deze theorie van Nissenbaum vertaalt naar onze context, dat is een hoofdregel dat de Radboud Universiteit en de UMC moeten informatie binnen de eigen context houden. En waar komt dat concreet op neer? Dat hoe goed of slecht onze studenten doen op bepaalde testjes, moet voor de buitenwereld niet zichtbaar zijn. Niet dat een werkgever op een of andere manier informatie kan kopen en kan zien bij een sollicitant... zo, je hebt er lang over gedaan voordat je die som goed had. Het is essentieel voor een beschermde leeromgeving dat mensen fouten kunnen maken... en het nog een keer kunnen proberen zonder dat dat direct consequenties heeft. En dat is iets wat wij zouden moeten garanderen. Net zo goed natuurlijk in de medische context. Het gezond en ziek zijn van mensen moet in die medische context blijven. Dit staat natuurlijk enorm onder druk als je bekijkt wat de ontwikkelingen zijn met allerlei gezondheidsapps die de Googles en de Apples van deze wereld over ons uit aan het storten zijn. Waarbij al die gezondheidsinformatie bij hun komt te staan. En dat is een punt waar volgens mij ook medici zich... maar heel beperkt van bewust zijn dat als zij tegen een patiënt zeggen... wilt u deze app gebruiken om het een en ander bij te houden... dat ze daarmee hun medische zorgplicht overtreden... in het beschermen van patiëntgegevens. Goed, hoe het ook staat met individuele medewerkers. Waarom zouden we dat moeten doen? Natuurlijk, omdat de wet het zegt. Maar ik vind het eigenlijk belangrijker om te kijken naar de onderliggende waarden. En die zou ik willen formuleren in termen van zorgvuldigheid. Het zorgvuldig omgaan met hoe studenten het hier doen en die informatie in de eigen context houden. Dus. En professionaliteit. Dat zijn denk ik uiteindelijk de kernbegrippen die hier een grote rol in spelen. Waar ik toe op wil roepen, is een open discussie over hoe moeten we nou met dit soort dingen omgaan. Het is niet iets statisch waarvan je kunt zeggen dit mag, dat mag niet en dat blijft altijd zo. Het veld verandert enorm en ik denk dat we moeten gaan kijken in termen van wat zijn vereisten. Daar speelt de wet natuurlijk een bepaalde rol bij. Wat is gewenst? Wat is etiketten? Wat hoort bij een beleefde omgang met elkaar in een organisatie zoals wij die hebben? En daarin kan de leiding van deze organisatie natuurlijk een belangrijke rol spelen om die discussie aan te sturen. Maar spelen wij, denk ik, een belangrijke rol in. Dus ik pleit ervoor dat hier een discussie over komt en dat er op een gegeven moment ook dit neergelegd wordt in een stuk. En ik wil proberen als aanzet tot die discussie een paar vragen aan u voor te leggen. En even ook weer kijken in de afweging, is dit wel of niet gewenst? De vragen zijn wat grijzer dan die eerste vraag over die studentenpsycholoog. Maar laten we even kijken. Studenten die twitteren en foto's verspreiden vanuit de collegezaal. Moeten we dit verbieden? Wie zegt dit? Is dit ongewenst gedrag? Ja, dat denk ik. Ja, oké. Of moeten we dit vrijlaten?
Nou, oké, dat is wel aardig dat daar een redelijke consensus over is, wat ik zo zie, dat dit ongewenst gedrag is. Is natuurlijk ook heel moeilijk om onder controle te houden. Maar het staat nergens, zover ik weet, in de reglementen van deze universiteit, of waar dan ook op een webpagina of in de documenten die een student krijgt als hij hier begint te studeren, dat wij dit ongewenst vinden. En ik begrijp ook, en vanuit het idee van een context, is dit ook inderdaad ongewenst. Je wil in een collegezaal ook een context creëren dat mensen daar ook vragen kunnen stellen waarin wat niet direct op Twitter of Facebook terechtkomt. Ja. Hangt het vanaf van de situatie? Bepaalde colleges zijn ook open voor... Zeker, klopt ook. De organisatie hier was van tevoren zo netjes om te vragen, vindt het erg als er over mij getwitterd wordt, wat ik hier zeg nou. Ik vind dit hier niet erg, want ik beschouw dit als een openbare optreden. Het wordt ook opgenomen. En inderdaad, die context is daarin subtiel anders. Als ik college geef, heb ik er iets meer moeite mee. Ik zeg het expliciet tegen studenten. Ik wil ook niet dat mijn colleges op video opgenomen worden. Want ik wil ook niet... Het risico loopt, ja, het wordt dan in Blackboard beschermd aangeboden. Maar die studenten van ons halen het daar heus wel uit. En voor je het weet, staat het ergens op Facebook met een of andere rap eronder. Er staat ook nergens in de reglementen dat dat ongewenst is in onze organisatie. Docenten die werkcollegeopdrachten via hun Facebookpagina verspreiden. Moet dit verboden worden? Ja, dat denk ik ook wel. Hè? Is er iemand die zegt van dit moet je vrijlaten? Nee, maar de interessante vraag... Ja, wat is het risico? Nou, het is denk ik goed om ook weer even te kijken. Wat is het beeld wat je ermee geeft? En ik denk dat het naar de buitentoewereld en met name naar onze studenten ook belangrijker is, dat het herkenbaar is van wat is de authentieke bron van die opdrachten. Dat je weet, dit staat op een pagina van de Radboud Universiteit. Kijk, vanuit functioneel perspectief is er misschien helemaal niet zoveel bezwaar tegen. Omdat bijna iedereen toch op Facebook zit. Of feitelijk iedereen. Maar, wat zeg je? Inleveren is wat anders. Gelukkig dat u dat zegt. Onderzoekers die met persoonsgegevens omgaan, maar hun gegevens niet kunnen versleutelen per e-mail of de gegevens zelf niet kunnen versleutelen. Moeten we deze onderzoekers verbieden om onderzoek te doen? Wie vindt dat? Oh, dat behoorlijk veel mensen. Ik denk dat dit zwaar ongewenst is, als je het niet kunt. En misschien dat hier inderdaad op een gegeven moment in de loop van de tijd hier toch iets dwingender tegen opgetreden kan worden. Ja, zelfs strafbaar misschien. Medewerkers die persoonlijke post via een RU-mail versturen. Moet de universiteit hier iets van zeggen? Is dit verboden? Nee, hè? Is het ongewenst? Een beetje ongewenst zou ik zeggen. Kijk, ik zou zelf zeggen, hou die contexten gescheiden. Gebruik voor je privé-mail een privéadres. Maar bij mij ook is het soms niet te voorkomen. Mijn RU-e-mailadres is publiek. En soms sturen vrienden of familie me daar mail op. Nou, dan probeer ik dat wel zo snel mogelijk te verplaatsen naar mijn privé-e-mailadres, maar dat lukt niet altijd. Ik denk dat je hier niet al te dwingend over moet zijn. Misschien hooguit moet zeggen, nou, liever niet. Gebruik een eigen adres. Vaste medewerkers, in het bijzonder bestuurders, die Gmail gebruiken voor hun werkmail of hotmail. Moet dit verboden worden? Ja. Zegt nog iemand, durft iemand te zeggen dat het vrij laten? Minister Kamp, ja, die wil het vrijlaten. Artsen die over patiënten whatsappen. En met name foto's naar elkaar versturen. Wil jij even meekijken hier? Dus ik heb een grote wond. Mijn arts maakt een foto voor van. Die stuurt dat door naar een collega. Kijk jij even mee. Dit gebeurt heel veel. Moet dit verboden worden? Ja, nee. Wie zegt er nee? Nee, waarom nee? Als het helpt. Dus u vindt de functionaliteit belangrijker daarin. Ja, dat is een goed punt. We komen hier al op een grijs gebied, zegt u het eens. Maar dat hoeft niet, want er is een speciale WhatsApp voor blinde zielgangers met gewichtregistratie. Kijk, nou, dan komen we al meteen... En wie heeft het gemaakt? Het is ook een bedrijf. Sorry? Dat is ook een bedrijf dat heeft gemaakt. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Het is wel leuk dat de discussie al komt. Wat wilde u nog zeggen? De discussie tussen artsen over medische
over medische problemen hoeft helemaal niet gerelateerd te kunnen worden naar individuele persoon. Nou, ik vind dit een leuk onderwerp en ik heb bij verschillende artsen doorgevraagd hoe ze dit doen. Artsen hebben hier wel enig gevoel bij, dat ze hier voorzichtig mee moeten zijn. Typisch nemen ze inderdaad foto's alleen van de wond of weet je wat, die niet identificerend zijn. En dan tikken ze naar elkaar, ja, dit gaat over die persoon waar we het gistermiddag ook even over hadden. He, dus op zo'n knullige manier gaat dat dan. Maar terecht kun je de vraag stellen, zijn er betere alternatieven? En hoe moeten we daarmee omgaan? Ik kom daar zo op terug. Ik heb nog een laatste. Docenten die communiceren met hun studenten via WhatsApp. Moeten we dit verbieden? Wie vindt verbieden? Ja, een paar mensen, een paar hardladers. Onze juristen. Waarom? Ik vind dat helemaal niet in de context. Dat hoort niet bij de context. Maar stel, ik geef een klein werkgroepje met 10 studenten en we besluiten onder elkaar, we wisselen telefoonnummers uit en dan communiceren we via WhatsApp. Moet de universiteit daarop ingrijpen? Ja. Nee, maar wij hebben dus nu vanavond met studenten. Ja? Vertel even, wij is welke faculteit? Faculteit rechtsgeleerdheid. Ja? Waar dus klachten zijn van studenten. Waarbij gecommuniceerd is tussen docent en student via de WhatsApp. Ja? En dat is dus niet terug te halen. Wat gezegd is, en dat wordt te informeel. Dus wij gaan echt binnen onze faculteit zeggen, doe dat niet, doe het via de e-mail en bewaar dus dat. Dus u zet het in de reglementen, kijk, ook hier is weer, uiteindelijk als je er juridisch over nadenkt, is er een goede reden voor te geven. Stel, er komen inderdaad klachten van studenten over het een en het ander en je hebt als universiteit geen fatsoenlijke log van berichten waar je op terug kunt vallen. Dus uiteindelijk is dat een goede reden. Maar ik zou zeggen, laten we dit ongewenst noemen. In ieder geval even. Het is natuurlijk ook moeilijk tegen te houden. Nou, ik zou het zelf persoonlijk nooit doen, want dan moet ik mijn 06-nummer aan allemaal studenten geven. Wat ik gewoon helemaal niet wil. Dus dat is een punt. Goed, ik wil. Mijn punt is dus, durf die zorgvuldigheid uit te leggen. Als is mijn oproep aan de organisatie. En ik heb hier een voorbeeldje. De tekst, leest u hem even rustig voor. Dat is mijn eigen voorstel. Hoe zouden we als universiteit om kunnen gaan met nieuwe studenten? Dat is een hele andere toon dan nu aangeslagen wordt. Hè? Nu wordt het heel formeel. Hier is je adres, zoek het maar uit. Maar ik vind dat dit wel hoort bij een bepaalde zorgvuldige houding die je als organisatie zou kunnen aannemen. Dus hint, hint. Ik wil eindigen met eigen conclusies en eigen mening. Vooral ook omwille van de discussie. En die is geformuleerd in termen van dienen. Wat dient de universiteit te doen? Ik zou zeggen, voldoende investeren in kennis en ICT. Om strategische zaken zoveel mogelijk zelf in eigen hand te houden. Zodat je ze in eigen context kan houden. Kijk, de eigen infrastructuur moet wel goed genoeg en prettig genoeg en betrouwbaar genoeg zijn. Om eisen aan die in context te houden, te kunnen stellen. Als blijkt dat de universitaire mailserver 80% eruit ligt, ja, dan jaag je mensen vanzelf naar Google en naar Hotmail toe. Dus het stelt wel eisen aan de eigen organisatie. Verder denk ik ook, sommige dingen kun je als universiteit niet alleen doen. Dan moet je misschien met anderen samen doen, nationaal of internationaal. En in Nederland hebben we een SURF, een goede partner. Wie kent toch SURF Drive? Toch redelijk wat mensen. Dus er is een redelijk beschermd alternatief voor Dropbox. Moeten we Dropbox verbieden? Ook zo'n vraag waar we het over zouden kunnen hebben. Ik zou bij medewerkers en studenten willen zeggen, die dienen echt vanuit dat perspectief van zorgvuldig en professioneel omgaan met digitale gegevens. We zijn er op een bepaalde manier allemaal aan gewend geraakt dat je fiets op slot moet zetten, je huis op slot, dat je in de fysieke wereld dingen moet afsluiten. Maar dat besef in de digitale wereld is nog onvoldoende aanwezig. Maar het hoort bij een bepaald zorgvuldigheidsbesef en professionaliteitsbesef. Er hoort daar ook bij, vind ik, dat ze voldoende bewust en bekwaam zijn. En dat er misschien in de opleidingen of bij praktica van tevoren daar aandacht aan besteed wordt. Dat er niet alleen geleerd wordt hoe moet je met statistische tools omgaan, maar ook hoe moet je je gegevens versleutelen voordat je überhaupt onderzoek mag gaan doen op dit gebied. Gezamenlijk dienen we, denk ik, een redelijke consensus te bereiken over, ik heb het heel simpel gezegd, over wat mag en moet. Er is dan een leuke discussie hierover ontstaan. Waar ik het prettig vind om te zien dat het volgens mij een redelijke consensus is.
En het is ook goed bij, daarbij te zeggen, dit is een continu proces. Dat wil niet zeggen dat we dit iedere week moeten doen, maar technische ontwikkelingen gaan snel. En iets wat we misschien nu ongewenst vinden, gaan we over 5 jaar van zeggen, dat moet verboden worden. Dank voor de aandacht. Dankjewel Bart Jacobs voor dit verhaal waarmee u ook ons geport hebt, om het zo te zeggen. Ja. Maar links van mij staat iemand die door Bart regelmatig wordt geport. Ja. Mevrouw Wilma de Koning, vicevoorzitter van het College van Bestuur. En in uw portefeuille hebt u deze materie. Hoe lang hebt u al deze materie in de portefeuille? Nou, bij deze universiteit vind ik hier werk. Dus dat is in december 3 jaar. Dus ja, bijna 3 jaar. Tijd. Ja. Ja. En hoe vindt u dan dat u geport wordt door professor Jacobs? Is dat leuk? Of, is dat... Nou, heel eerlijk, dat is niet altijd leuk. Nee. Dat is niet altijd leuk. Nee. Nou, dank u. Dan ga ik dan even in vraagsgewijs opbouwen waar het niet leuk begint te worden, om het zo te zeggen. Ja. Centraal in het verhaal stond die contextbenadering. Ja. Bij universiteit zijn een leeromgeving, een context en informatie daarbinnen gegenereerd, heeft daar zijn eigen functie, moet daarbinnen blijven. Onderstreept u die manier van denken? Zeker, zeker. Ja, dat uitgangspunt kunt u zich invullen. Ja, zeker. En het is, we hebben het over porren en dat heeft dan misschien een wat pesterige, vervelende connotatie. Maar het leidt er wel toe dat je gedwongen wordt, uitgedaagd wordt om deze manier naar te kijken. Want het zijn wel vraagstukken die niet makkelijk op te lossen zijn. Voor ons als bestuur is het heel moeilijk om die veilige omgeving te garanderen. Want dat is eigenlijk wat je bijna wil. Hè. Als je dit zo hoort, dan denk je van, wij zouden toch in staat moeten zijn om die 100% veiligheid, privacy aan onze medewerkers en onze studenten te garanderen. Maar dat is heel erg lastig. Ja. En precies omdat er zoveel verandert, maar ook omdat je niet altijd kan overzien wat de consequenties zijn of wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes die we ook in onze eigen infrastructuur en ICT-omgeving maken, is het best lastig om het te doorgronden. Ja. En je kan het niet helemaal dichtregelen, dus je komt op een hele belangrijke gedragscomponent. Een awareness, een bewustzijn, die heel belangrijk is en die maakt dat, of die je uitdaagt om hier toch constant of regelmatig over na te denken. Dus heel fijn dat er vandaag zoveel mensen zijn, want ik vind het echt voor mij een hele geruststelling om te zien dat er zoveel mensen zijn die dit een belangrijk onderwerp vinden en hierover na willen denken. Dus complimenten allemaal aan jullie dat jullie hier zijn, dat is echt een groot goed. Nou, die steken we in onze zak, heel fijn. Maar even over dat garanderen, want ik vind dat een krachtig woord hoor. Dat is bijna een statement van wij als bestuur garanderen. Ja, dat heerlijk. Kan niet. Maar zeg het meteen erachteraan, maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Precies. Dat heeft twee kanten, maar goed, wat dat betreft, uw commitment is uitgesproken bij deze. Zullen we even naar wat voorbeelden van Bart Jacobs gaan en kijken hoe u daarop reageert? Kan ik nog even die lijst met vragen aan studenten op de PowerPoint krijgen? Daar wordt aan gewerkt als het goed is. Ik zal er wel naartoe klikken. Oh, jij kunt daar, even kijken. Ja, laten we even kijken, dat twitteren en foto's verspreiden vanuit de collegezaal, hè, die eerste. Ja. Dat is ongewenst, zo was hier een... Dan kan het, wat kan een bestuur er nou mee? Want u kunt niet naast elke student gaan zitten. En hoe zou je dat nou als bestuur kunnen... Nou ja, ik ben het ermee eens. Het is ongewenst. Je moet er altijd heel erg oppassen om foto's of materiaal van anderen naar buiten te brengen. Zeker in deze tijd, waar echt iedereen het kan zien. Je kan het niet verbieden. Ik denk dat het ook een illusie is om te denken dat je kan voorkomen dat dit gebeurt. En dan is de vraag, wat kun je wel doen? En dat wat je wel kan doen, is dit soort gesprekken met elkaar aangaan. Dus het hebben over gedrag, bewustwording. En als je dat soort dingen gaat gebeuren, daar mensen ook op aanspreken. En ook in gedragsregels die we toch met elkaar gaan formuleren. En waar we in de voorbereiding ook mee bezig zijn. Dit soort dingen wel opnemen. Ja. En dan met voorbeelden duidelijk maken dat dat toch niet gewenst is dat we dat doen. Ja, ja. Vaste medewerkers die werkmail via Gmail Hotmail versturen. Het is een hele gemene deze. Ja. Ja, maar dus even over werkmail gaat dan. Hè, ja. Je kunt dat verbieden. Je kunt als collega, als bestuur zeggen, dat gaan we dus verbieden. Dat mag niet. Weet je, ik ben niet zo van het verbieden. Laat ik daarmee beginnen. Want ik geloof... zeker in de universiteit, waar mensen heel goed kunnen nadenken en afweging kunnen maken. Maar je kunt wel mensen wijzen op de risico's van als ze dat wel doen.
En daarom zeg ik, dit is een hele gemene. Zo is dat bij mij ook gegaan. Dus in een van de gesprekken die ik met Bart Jacobs had, ging onder andere over Gmail en nou ja, zijn verbazing over het gebruik daarvan. En toen zei ik in mijn onnozelheid, ja, maar ik gebruik ook Gmail. Dus daar kwam die vandaan. Daarom staat hij hier ook en daarom is hij ook zo gemeen. Er zijn er meer, hoor. En er zijn er heel veel die Gmail gebruiken, dus ik voel me daar in die zin niet ongemakkelijk onder. Ja. Maar het besef dat als je Gmail gebruikt, dat dat toch een ander account is dan een ander e-mailaccount, om het zo maar even te zeggen. Dat is er wel. En dat betekent ook dat je goed moet nadenken als je dat gebruikt. En waarvoor je dat dan wil gebruiken. Ja. Maar misschien is het goed, als ik even mag onderbreken, om ook even iets scherper te maken waarom dat ongemakkelijk is, dat als je daar Gmail voor gebruikt. Stel, als universiteitsleiding heb je een conflict met een personeelslid. Daar gaan vervelende brieven heen en weer. Google leest al die correspondentie. Niet door mensen van Google zelfs, die wordt door computers van Google gelezen. Maar daar worden advertenties op afgestemd. Dus de volgende keer dat die medewerker iets wil zoeken bij Google, krijgt hij een advertentie. Wilt u een arbeidsrechtadvocaat? Zo gaan die dingen. Zo werkt dat. Dit is hoe die zaken toch buiten de context getrokken worden. En waarvan je dus als universiteit toch moet zeggen, nou, dat arbeidsconflict kunnen we misschien beter binnen de eigen ICT-systemen bespreken. Ja, maar dan betekent dus dat er gewoon wat uitleg op plaats moet vinden. Ja, zeker. En is dat ook een taak van het college, om dan ook mensen uit te leggen van, ja, maar hier liggen ook echte gevaren en risico's. Daarom sta ik ook hier, hè, om het maar even zo te zeggen. Zeker, en dat is ook zeker wat we aan het voorbereiden zijn in de gesprekken met mensen ook bespreken, dat wij duidelijk moeten maken, uit moeten leggen waarom het verstandig is om bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet te doen. Ja, laatste even aan u. De laatste voorbeeldmail aan studenten bij het RU-mailadres. Want er zijn universiteiten waar het universiteitsmailadres is afgeschaft. Ja. Nijmegen heeft dat afgeschaft. Ja. Niet afgeschaft, heeft dat bewust. En kan ik even op de PowerPoint die slide krijgen met dat voorbeeld? Ja, deze. Ja. Ja. Nou ja, weet je, dit is een heel goed en belangrijk advies. En het is zeker ook zo dat wij als universiteit hebben nagedacht, of zeker ook omdat het toch de studenten lang niet allemaal hun RU-mailaccount gebruiken, of het dan toch niet verstandig is om gewoon via de privémailadressen rechtstreeks met de studenten te communiceren. En door het gesprek ook met Bart Jacobs hebben wij gezegd, ja, dat moeten we toch niet gaan doen. We moeten toch via het RU-mailadres blijven communiceren, die verantwoordelijkheid bij de studenten neerleggen. En dat betekent dat we dit op deze manier ook gaan inrichten. Dat we onze studenten gaan wijzen op de consequenties van het gebruik van. Ze zijn uiteindelijk zelf aan zet om daar een besluit in te nemen, maar wij bieden het aan via het RU-mailaccount. Mooi. Ja. Bedankt. Zaal. Van alles. Daarachter was echt de allereerste. Ja, mevrouw de Koning, u had het over het verschil. Nee, er werden twee casussen voorgelegd. Waarbij de reactie was, we moeten beide zaken uitleggen. Mails sturen door de CVB-leden of door bestuurders. Dat wil nu ook niet verbieden. Is het niet krachtiger dat het CVB bijvoorbeeld sommige zaken echt verbiedt, ook al kun je ze misschien niet voorkomen, maar als signaal. En bij andere zaken, die twitteren vanuit de collegezaal, daar zegt daar gedragsregels over afspreekt. Maar om het punt heel duidelijk te maken, toch sommige zaken echt zeggen, dat is gewoon verboden, klaar. Ja. Ik denk dat dat ook zeker gaat gebeuren, maar ik vind het op dit moment nog lastig om daar echt harde uitspraken over te doen, dat gaan verbieden en dat niet. Want we zitten nog echt in dat proces. En waarbij ik ook wel heel erg teruggrijp naar ervaring die ik eerder heb opgedaan in dit soort in deze dossiers, is dat op het moment dat je dingen gaat verbieden, dan krijg je ook dat er allerlei omwegen verzonnen worden om het toch te doen. Dus ik vind het dan veel krachtiger om mensen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid dan te werken in gebod en verbod, om het zo maar te zeggen. Neemt niet weg dat er wel voorbeelden zijn of situaties zijn waar we moeten zeggen, maar dit accepteren we echt niet. Daar ben ik het helemaal mee eens. Overigens, ik wil wel een misverstand voorkomen. Het is niet zo dat ik mijn werkmail via Gmail doe. Hè? Dus ik heb gewoon mijn RU-mailaccount. Dit gaat al lang op Twitter rond, volgens mij. Dus voordat dat beeld gaat ontstaan, wil ik dat toch wel even recht zetten. Dat is niet zo. Correctie. Misschien dat je ook het zeggen dat verbieden neemt de energie weg bij mensen om erover te gaan na te denken. Ja, en u wilt echt een bewustzijn. Ja, wil het stimuleren. Het is echt bewustwording die aan de orde is. Ja. Daar was ik ook een vraag. Hier, deze meneer in ieder geval vooraan. Ja. Komt de microfoon. Er komt de microfoon.
Dank je. Stel het voorbeeld wordt op zo'n manier doorgevoerd. Is het dan ook niet de verantwoordelijkheid van de universiteit om bijvoorbeeld een app te ontwikkelen die net zo gemakkelijk is als bijvoorbeeld een Gmail-app en net zo overzichtelijk met zo'n studenten-mailaccount? Ligt die verantwoordelijkheid dan ook niet bij de universiteit? Verantwoordelijkheid van de universiteit om ook technische systemen... Maar ja, laat ik het zo... Kijk, een van de problemen met privacy vind ik zelf ook in alle oprechtheid, dat het de gebruikersvriendelijkheid niet altijd stimuleert. Hè? Dus het gemak maakt dat je gebruik maakt van zaken die worden aangeboden die niet altijd veilig zijn, maar om gemaksredenen maak je daar gebruik van. En het is zeker dat wij daar naar moeten kijken en dat wij alert moeten zijn en moeten blijven nadenken over kunnen wij de zaken niet gebruikersvriendelijker aanbieden. En als we dat op dit punt moeten doen, moeten we daar zeker naar kijken. Dus daar lopen we zeker niet voor weg. En we hebben ook graag feedback van onze studenten om ons daar scherp op te houden. Maar wel binnen de veiligheid die we met elkaar ook willen en wensen. Mag ik even op reageren? Ja. Kijk, het is natuurlijk ook moeilijk om te concurreren met de Googles en de Facebooks van deze wereld. Want die hebben enorme teams en enorme financiële middelen. En die zetten heel erg sterk in op het aantrekkelijk maken van onze producten. Dus op precies hetzelfde niveau zal je nooit lukken. Maar je kunt wel de basisvoorzieningen zoals mail en een kalender en de opslag van gegevens op zodanige manier goed regelen dat die dingen gegarandeerd zijn. Of je echt die bedrijven moet volgen in de allerlaatste app die ze hebben op wat voor gebied dan ook, dat denk ik niet. Een app ontwikkelen vergt ook een behoorlijke investering. En vind ik dat je dan beter op landelijk niveau met een organisatie als Surfnet samen zou kunnen doen. Er gebeurt ook heel veel. Er gebeurt ook inderdaad, ja. Ja, precies. En als het gaat om databescherming voor onderzoekers, de website waarmee ik deze lezing begon te noemen, de studentenruimmail, er wordt wel op deze universiteit behoorlijk wat ontwikkeld om precies die privacy te beschermen. Er wordt geld ingestoken om dat... Zeker. We zijn bezig met het uitrollen van een groot research data project waarin we precies op dit punt faciliteiten aanbieden, zodat de data ook op een veilige manier opgeslagen kunnen worden. Maar er blijft een andere component heel belangrijk. Wij kunnen het aanbieden, wij kunnen het klaarzetten, maar dan moeten de wetenschappers en de docenten het wel gebruiken. Als ze dan toch hun data blijven opslaan op een eigen harde schijf, op een stick, ja, dan houdt het op. En dat is ook precies wat ik bedoel te zeggen met, we kunnen van alles aan regeltjes aanbieden en we kunnen zeggen, dit mag je wel en dit mag je niet. Maar het gaat erom dat mensen het uiteindelijk doen op de goede manier en snappen dat het belangrijk is. En dan heb je die verboden niet meer nodig. En dat klinkt heel ideeel, dat weet ik, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is. Hebt u een suggestie, professor Jacobs, voor hoe we zo'n uitleg-communicatieslag naar medewerkers kunnen maken? Kunt u misschien het CVB na nog in porren hoe dat op een goede manier... Dit is wel vrij ver van mijn expertise af. Maar ik denk dat dit soort bijeenkomsten nuttig zijn. Het wordt ook opgenomen, zodat het nog beschikbaar is voor anderen, voor een website. Zodat het ook bij allerlei bijeenkomsten binnen deze universiteit nog eens een keer gebruikt kan worden. Op onderwijsgebied zijn een aantal jaar geleden is de decaan die daar zit, samen met de toenmalige rector, de hele universiteit ook doorgeweest om een aantal dingen uit te leggen. Dit is ook een middel om dat te doen. Ik denk dat er verschillende manieren zijn. Maar ik denk eigenlijk in het huidige tijdperk dat we elektronisch beschikbaar maken. En het misschien ook, dat kun je nog wel enigszins sturen. Bijvoorbeeld dat het bij jaargesprekken aan de orde komt. Bij mensen die veel onderzoek doen van hoe ga je met je gegevens om. Je ziet ook dat instituten daar zorgvuldiger in worden. Dus onderzoeksdirecteuren hebben hier ook denk ik een verantwoordelijkheid in om mensen daarin scherp te houden. Maar ik denk ook dat je bij studenten het meer onderdeel van het curriculum kunt laten zijn. Wat ik noem, als je statistisch onderzoek doet, wil gaan doen, dan moet je eerst leren versleutelen. En zo moeilijk is dat niet hoor. Dus, Je kunt ook een cursus ethiek van digitale media volgen. Dus. Ja, daar zijn ook goede boekjes voor. Ja, ja. Wie? Zaal? Ja. Het gaat op dit moment vooral over studenten en bestuur en dergelijke, zeg maar. Maar ik vind het ook heel belangrijk om even stil te staan bij de studieverenigingen. Ik was bijvoorbeeld voorzitter van de introductiecommissie. Er gaan gigantisch veel persoonlijke gegevens doorheen. En wat wordt er gebruikt? Google Docs, Gmail, Google Drive om alle gegevens op te slaan. Ja. En dat vind ik een belangrijke commentatie om even te maken, zeg maar.
Ja, ik vind het een interessant punt. Ik had er zelf niet aan gedacht. Maar formeel zou je kunnen afvragen, valt dat onder de verantwoordelijkheid van de leiding van de universiteit? Ja, voelen jullie je verantwoordelijk? Nou, natuurlijk voel je daar ook verantwoordelijk voor. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dan moeten wij met de studievereniging in gesprek aangaan dat het niet verstandig is om dat op die manier te doen. En dat de universiteit ook andere faciliteiten aanbiedt, waardoor het veiliger is. En dat is voor alle betrokken partijen beter. Dus volgens mij moeten we dat dan vooral doen. Ja. 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 Ja? De microfoon komt eraan. Ja. Wat professor Jacob zei over de beschikbaarheid van die vergelijkbare faciliteiten. Want ik heb SurfDrive ook gebruikt en ik heb collega's gezien bij wie alle bestanden lokaal verdwenen omdat er een probleempje was bij SurfDrive. Het gemak en dergelijke van de Gmail faciliteiten is nu gewoon dermate hoger. En soms zelfs onvervangbaar bij zeg maar, private alternatieven. Dat er nu geen andere opties zijn. Ja, maar ik vind. Kijk, en dan. Dat is een belangrijk punt. En zolang er geen goede alternatieven zijn, moet je misschien als organisatie zeggen: het is ongewenst, we hebben het liever niet. Dan creëer je wel dat bewustzijn, zodat op het moment dat er wel goede technische alternatieven beschikbaar komen, mensen makkelijker eventueel kunnen overschakelen naar die alternatieven. Ja. Ja. Wij naderen naar 13:30, maar er is. Ja. De decaan waar het zojuist over ging. Ik wil daar even iets recht zetten. Korte vraag. Eén vorm van digitale communicatie die nog niet besproken is, is Skype. En ik weet dat heel veel collega's dat gebruiken. Ik heb aansluitend aan deze bijeenkomst een Skype-afspraak met een collega die over het werk gaat. Moet ik me zorgen maken? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je Skype redelijk kunt vergelijken met telefoongesprekken. Of een telefoongesprek maken ons in die zin ook niet zo zorgen. Skype valt misschien wel iets meer over te zeggen. Maar ik neem aan dat in die telefoongesprek ook niet over patiëntgegevens gesproken gaat worden. Misschien wel bestuurlijke gegevens. Ik zou, nogmaals erop terugkomen, ik zou me over Skype minder zorgen maken. Maar ik maak me wel meer zorgen over als bestuurders hun gegevens in Dropbox zetten. Dat vind ik eigenlijk erger. Skype is ook wat vluchtiger. Ja. Nee, geen vraag meer. Dan is het laatste woord aan de bestuurder. Lijkt me, Wilma de Koning. Ja, ik wil even zorgen dat we dadelijk de geschiedenis niet gaan vervalsen. Dus ik ga even wat getalletjes rechtzetten. Oh, goed. Okay. Gisteravond was het hoogleraardiner. Toen zat ik naast Bart Jacobs. En toen vroeg hij mij hoeveel datalekken zijn er geweest dit jaar. En toen moest ik dat uit mijn hoofd zeggen. En naar mijn beleving waren het er eerlijk gezegd 50 tot 60, maar ik heb het even nagevraagd, het zijn er 30. Okay. Dus dat valt gelukkig mee, maar de helft zo erg. Maar dat neemt niet weg dat het wel iets zegt over zo'n datalek. Want op het moment dat er een datalek is, dan moet dat gemeld worden bij mij als portefeuillehouder. En vervolgens wordt er een al dan niet een melding gedaan bij de autoriteit. En dat is in 9 gevallen gedaan. Oh, 9. In 9 gevallen is er gemeld. En wat zijn dat, waar gaat het hier dan over? En dat heeft Bart Jacobs denk ik al wel goed gezegd. Het merendeel gaat over gestolen laptops, stikjes en dat soort zaken. En is afhankelijk van de data die daarop staan of het wel of niet gemeld wordt. Dus dat wilde ik nog even rechtzetten, want anders gaan we de geschiedenis vervalsen. Dat zou niet goed zijn, denk ik. Ja. Ja, en als laatste wil ik het ook vooral ook zeggen van, blijf zelf ook heel goed nadenken. Als je denkt, dit vertrouw ik niet, of mijn gevoel zegt dat ik dit zo op deze manier niet moet versturen of moet opslaan, doe het dan ook niet. Dus bij twijfel niet doen, dat geldt ook hier. Dus dat zou ik vooral als richtlijn mee willen geven. En blijf het gesprek met elkaar aangaan en blijf ons ook scherp houden in dit dossier. Dank je wel. Bedankt, u beide sprekers. We kunnen constateren, er zijn decontextualiserende Googles en Facebooks, maar de context van de Rabat Universiteit kan met vereende krachten wel beveiligd worden. En daarin hebben zowel bestuurders als wij allemaal een eigen verantwoordelijkheid. Dank voor uw porren en aanjagen en dank ook voor het uitleggen. Tot ziens.